Nou, Arnoud die spitst zijn oren. Ja. Want er zijn wat simpele tips die jou helpen om je kinderen in het gareel te houden. Is dat zo hard nodig, Sharon Stelaar? Ja, goedemorgen. Ik liep vanmorgen om 7:15 nog door de Albert Heijn. Dat ik dacht, misschien moet ik even mijn eigen tips opnemen en terugluisteren. Je was met je kind met bij mijn de supermarkt. Kind in de supermarkt. Nou, wat hebben we? Ketting, spanbanden, tape over de mond. Nee. Toch eigenlijk wel een paar basics die wel goed zijn om af en toe weer even te herhalen. Dat je denkt, oh ja, dat zijn van die kleine dingen. Bijvoorbeeld, stel je hebt al een aantal keren uitgelegd hoe je iets wil hebben. Nou, dan helpt het vaak niet als je dat aantreft en het gebeurt niet, dat je dan weer een hele preek gaat geven. Dat gebeurt wel, zeg maar, regelmatig. Maar dat je dan bijvoorbeeld zegt, Sabi, schoenen. Ja. Weet je wel? Dus dat je eigenlijk gewoon één woord gebruikt. En dan weet een kind vaak haar van, oh, dat wordt er bedoeld. En het fijne daarvan is dat je dus niet een heel epistel gaat afsteken, waar iemand dan vaak de aandacht ook niet meer bij kan houden. En dat is ook vaak niet zo leuk voor die relatie. Dus als je het bij één woord kan houden en je kijkt daar ook nog een beetje vriendelijk bij, dan is dat vaak gewoon een effectieve manier van doen. Nou, ik vind het iets afstandelijker klinken. Dat je zegt, tandenpoetsen. En dan tandenpoetsen. Dat doe je eigenlijk pas wanneer je een beetje geïrriteerd of bozig bent. Ja, die hebben ook wel eens gezegd van, ja, je moet dan op één level komen. Even je zakken door je knieën heen. Dan zou je misschien je tanden willen poetsen. Dat zou fijn zijn. Dat klopt, maar het gaat meer over de situatie dat het niet gebeurt, zeg maar. En dan kan je, nou ja, in de verleiding raken om een heel verhaal op te gaan houden. En dat is lang niet altijd nodig en lang ook niet altijd effectief. Dus als je dat met een beetje vriendelijkheid kan overbrengen met een woord, dan kan dat best wel eens als alternatief gewoon eens de moeite waard zijn om te proberen. Ook omdat het gewoon heel veel minder moeite kost. Ja. Dat is natuurlijk ook, soms ben je helemaal aan het eind van je Latijn, hè? Eind van zo'n lange werkdag en dan, nou ja, niks menselijks is ons vreemd. En dan kan zo'n één woord kan helpen. Oké, dat is één tip. Dat is één tip. Zo zijn er meer. Bijvoorbeeld ook, nou ja, dat gaat weer heel over als kinderen iets heel graag van jou willen en jij wil dat niet om bepaalde redenen, dan kunnen ze heel lang blijven drammen. Niet alle kinderen. Sommige kinderen zijn er heel goed in. Nou, bijvoorbeeld als je in de supermarkt bent, ik wil een snoepje. Ja. Nee, je krijgt geen snoepje. Of neem je dit. Ja. Je neemt dat dus niet. En dan blijven ze maar doorgaan. Ja, nou, dan kan je dus, zeg maar, in een soort van interactie terechtkomen dat je heel veel uitleg gaat geven, dat het de kind niet, zeg maar, tevreden is met die uitleg, waardoor je nog meer uitleg gaat geven. Nou, dat, zeg maar, dat tafereel totdat je op een gegeven moment denkt, ik trek de haren uit mijn kop. Ja. Soms helpt het ook om te zeggen, ik heb daar mijn redenen voor. Ja, dat is dan voldoende. Dat is dan voldoende. En wat dan je gaan ook ze doet, zelf nadenken, oh, wat zou dat dan kunnen zijn? Wat is die reden dan? Ja, ja, dat kun je ook nog krijgen, ja. Ja, maar toch helpt het wel van, daar heb ik mijn redenen voor. En daar laat ik het bij. Ja, en daar laat ik het nu bij. En dat kan heel prettig zijn. Want, en ook als ze door blijven zeuren van, maar wat is die reden dan? Daar laat ik het nu bij. Ja. Ja. Dan ben jij even de kapotte grammofoonplaat in plaats van andersom. Om dat ook heel stellig te zeggen. Ja. Dat ook, hè? Er zijn ook veel ouders die, alles gaat met de mantel der liefde. Ja. Alles moet vriendelijk en aardig en zo. Oh, als we maar geen vijandige sfeer hebben. Ja. Maar nou, ik zelf heb ook wel vaak de ervaring dat als je heel straight zegt, gewoon duidelijk, dit is het en niet anders. En ook zo duidelijk, dan is het dat ook. Dan weten ook ze, er is geen mogelijkheid nu meer om nog verder te gaan. En het mooie daarvan is ook, het bevestigt ook jouw positie eigenlijk als autoritair persoon in die relatie. Je bent geen vriendjes, weet je wel. Als je vriendjes was, dan zag die relatie er anders uit. Je bent vader. Ja. En op het moment dat je zegt, daar heb ik mijn redenen voor, ik ben een volwassene, punt. Ja. Dan kan het echt genoeg zijn. En op later in de tijd, we horen onszelf praten, hè? Ja. Ja. En we horen ook eigenlijk kinderen praten. Want kinderen vragen ook vaak heel veel van, waarom bepalen jullie alles voor ons? Ja, we hebben laten, je moet ons daar maar op vertrouwen. Vertrouwen. Ja, zijn wij zijn je ouders, inderdaad. Ja, wij zijn papa en mama. We hebben het ook vroeger ooit moeten leren. Precies. Ook op dezelfde manier zoals jij het nu leert. Ja. Maar vertrouw daar maar op. Ja. Ja, zo is het. Dat is tip 2. Ja. Hoeveel tips zijn er eigenlijk? Nou ja, legio. Kunnen we een jaar mee vullen. Maar gewoon, dit zijn een paar van die handigheidjes. Dat je denkt, oh ja, dat zijn wel valkuilen. Daar trap ik wel eens in. Ja. Toch even lekker. Ja. Eentje is ook als broertjes en zusjes continu met elkaar aan het kibbelen en het jengelen zijn. Vooral als ze lang vrij zijn. Dat zal iedereen ook vast herkennen. Mm-hmm. Toch een klassieker is van, als je niks aardigs zegt, zeg dan even niets. Dus als je niks aardigs kan zeggen, zeg dan maar even niets. Als ouder? Ja, dat je dat tegen de kinderen zegt. In plaats van dat je de hele tijd proberen die ruzie op te lossen, of dat je tussen beiden komt. Boosheid is niet erg. Alleen, het wordt vervelend op het moment dat iedereen, zeg maar, continu in die boosheid blijft hangen en het wordt ruzie. Maar, hè? Wees maar even stil. Dan mag je prima je boosheid hebben. Alleen, je hoeft elkaar ook niet de hele tijd op te zoeken. Juist, ja. Dat als er niks is, als ze gewoon lekker gewoon zitten, dan hoeft het ook niet zo te zijn. Ja, dan gaan ze weer naar elkaar toe kruipen. En dan steekt toch weer zijn been uit. En dan steekt de ander ook weer zijn been uit. En het gaat dan weer harder. Ja. Ja.
Oké. Nou, ja, het kan soms wel makkelijk zijn. Nog een slottip, een gouden tip ook nog? Een gouden tip? Nou, vooral hou jezelf in de gaten. Als je merkt van, ik ben helemaal op, stop dan. En doe en wat anders. Dan kun je ook beter stil zijn natuurlijk. Echt, doe dan wat anders. Want voor je het weet ben je helemaal uitgeput. Ja, je kan natuurlijk invloed uitoefenen op school. Als je in de medezeggenschapsraad zit bijvoorbeeld. Wat heb je er eigenlijk aan als een medezeggenschapsraad? Is dat dan, Shannon, als je daarin zit als ouder of juist niet? Wat heb je er dan nog aan? Allebei. Het is zeg maar sowieso interessant als je het interessant vindt om erbij te gaan. Maar het, dat is logisch, heel vaak is het al zo dat de medezeggenschapsraad gevuld is. En dan is het ook handig om te weten als ouder, wat doet zo'n raad? Wat heb ik eraan? Wanneer kan ik me naartoe wenden? Ja. Hoe werkt dat eigenlijk precies? Nou, je hebt het de vraag al gesteld. Ja, hè? Zodoende. Ja. Nou, een medezeggenschapsraad is eigenlijk voor iedere school in Nederland verplicht. En medezeggenschap is eigenlijk georganiseerde tegenspraak. Je kunt het vergelijken bijvoorbeeld met een ondernemingsraad binnen een organisatie. Heb je binnen scholen medezeggenschapsraden. En dat je partijen in de Tweede Kamer ook. Hè? De een wil dit, exact, de ander wil dat. Exact. En dan wordt er gestemd en dan precies, gaat het wel. Dat je, een soort controle ook op de macht hebt. Ja, dat klinkt heel zwaar en heel gewichtig. Nee, maar ja, de macht op die school. Dat betekent het eigenlijk wel. Ja. En daar is dus voor gezorgd dat dat mogelijk is. Omdat de veronderstelling is dat dan uiteindelijk het bestuur beter maakt. Omdat die wat tegenspraak krijgt. Want zo'n medezeggenschapsraad bestaat altijd uit personeel van die school. Dus leraren en ouders, hè? Exact, dat noem je dus de lerarengeleding en de oudergeleding. En vaak is het op heel veel scholen zo dat twee ouders en twee leerkrachten dan in de medezeggenschapsraad zitten. En die hebben dan soms met en soms ook zonder de directeur van de school overleg over zaken die eigenlijk iedereen aangaan. En dus ook alle ouders die niet in die raad zitten, maar daardoor wel vertegenwoordigd worden. Daar moet dan ook naar geluisterd worden? Zeker, ja. En als dat niet gebeurt, dan kan een medezeggenschapsraad altijd met een duur woord opschalen naar een toezichthouder en zeggen van joh, wij worden niet serieus genomen. Daar moet wat gebeuren. Hm. Dus het is echt wel een geregeld en georganiseerde variant, zeg maar. Ja, want waar kun je als ouders terecht als je dus niet eens bent met de beslissing die de medezeggenschapsraad heeft gemaakt? Dat is natuurlijk altijd op basis van stemmen geweest. Dus dan heb je gewoon net niet gewonnen, zal ik maar zeggen. Ja, dan kun je toch niet zo heel veel meer? Nee, dan niet meer, nee. Maar het is wel goed, zeg maar, om... Als je denkt dat hij niet functioneert of iets dergelijks, dan is er een orgaan daarboven waar je dan toe kan wenden. Ja, maar je zou het wel zo kunnen zien dat als je echt ontevreden bent en je hebt al bijvoorbeeld met een directeur besproken en je hebt het idee van, nou, er wordt eigenlijk bijna niets mee gedaan of onvoldoende mee gedaan, dan is het fijn om te weten, er is een medezeggenschapsraad. Als het goed is, op de school van de website of op de website van de school moet ook staan uit wie die medezeggenschapsraad bestaat. Hoe je er contact op kan nemen. Precies. En dat is wel iets om te doen. Gewoon van, hey, wie is dat dan? En kan ik daar eens een keer contact mee opnemen? Gewoon even. Vaak moeten ze ook hun notulen gewoon inzichtelijk maken. Dat je toch een beetje grip hebt op wat gebeurt er nou eigenlijk binnen die school. Maar als je nou denkt als ouder van die medezeggenschapsraad, ik heb het idee dat het gaat niet goed daar. Het werkt niet. En de directeur doet er verder ook niks aan. Is er dan nog... Maar kun je dan nog ergens terecht om dat te melden? Is de vertrouwenscommissie ook nog of zo binnen de school? Ik zou het toch altijd wel met die personen in kwestie proberen op te pakken. Hè? Dus dat ik maar als je daar nou helemaal niet uitkomt? Als je er echt niet uitkomt... Er is verder helemaal niks... Ja, nou ja, er is... Kijk, je hebt altijd een school... En die zijn vaak onderdeel van een schoolbestuur. Hè? En bij een schoolbestuur hoort vaak dan een raad van toezicht. En die moeten dan toezicht houden op het hele ding. Ja. En daar valt natuurlijk ook de individuele school met de individuele medezeggenschapsraad onder. Ja. Maar ik denk dat je er wel met elkaar van uit mag gaan dat zo'n medezeggenschapsraad er juist is om wel in gesprek te gaan met de achterban van ouders. En dat ook wel hun primaire drijfveer is om überhaupt in zo'n raad te gaan zitten. Dus ik ben er wel gerust op, zeg maar, dat je daar wel over in gesprek zou moeten kunnen. Ja. Worden andere onderwerpen daarin besproken? Nou, dat gaat over best wel wezenlijke dingen. Het gaat over de ouderbijdrage. Het gaat over hoe de ouderbijdrage wordt uitgegeven. Het gaat bijvoorbeeld ook over kwesties als er is een lerarentekort. Hoe gaan we daarmee om? Schooltijden. Ja, precies. Ja. Dit soort dingen die dus iedereen aangaan. Bijvoorbeeld, ik noem maar even een dwarsstraat. Er zijn te weinig leraren. Gaan we naar een vierdaagse schoolweek? Gaan we misschien één dag in de week rouleren? Of gaan we... En alle opties die er mogelijk zijn. Een dagje thuisonderwijs, met corona, of laten natuurlijk we ouders toe. Hè? Laten we misschien ouders die een bevoegdheid hebben of ouders die een bepaald talent hebben tijdelijk voor de klas staan. Al dat soort hele zwaar, toch best wel zwaarwegende beslissingen kun je dan in een MR toch gewogen nemen. Dus niet maar alleen maar omdat één iemand denkt, hey, dat is wel interessant voor mij of dat komt mij net goed uit. Mm-hmm. Nee, het moet natuurlijk wel een democratisch besluit zijn. Ja, is het een besluitsorgaan of is het een adviesorgaan? Het is in zekere zin een adviesorgaan, omdat ze met eigen voorstellen kunnen komen en ze kunnen voorstellen blokkeren. Dus het is niet zozeer dat ze... Ze hebben echt een stem.
Ze hebben de mogelijkheid om dingen geen akkoord op te geven. En dat is niet fijn. Zeg maar, stel je bent een directeur en je hebt een formatieplan voor komend schooljaar. Mm-hmm. Voor welke leraren, staan voor welke klas. Ja, dat moet aan de medezeggenschapsraad worden voorgelegd. En als die medezeggenschapsraad zegt, we stemmen er niet mee in, is het heel irritant. Ja. Zeg maar. Maar dan, dan kan die directeur alsnog gewoon zeggen, jammer van de medezeggenschapsraad. Ja, het is een beetje zoals een OR bij een bedrijf eigenlijk. Ja, hè? Behalve dan, zeg maar, dat als dat continu gebeurt. Hè, ja. Dus dat een, zeg maar, continu een MR niet wordt gehoord. Ja. Dus eigenlijk de tegenspraak waar we het net over hadden niet functioneert. Dan kun je weer een stapje omhoog. Maar dat wil je eigenlijk, iedereen wil dat eigenlijk het liefst voorkomen. Want je wil natuurlijk altijd, iedereen heeft er belang bij dat het doorgaat. Ja. Ja. Is het een goed functionerend iets? Werkt het op alle scholen eigenlijk wel goed? Het hangt heel erg af van de samenstelling natuurlijk. En natuurlijk ook van de directeur. Dus het is altijd afhankelijk van de personen die erin zitten. Maar over het algemeen is het wel een manier. De manier die we met elkaar hebben afgesproken om het toch een beetje eerlijk en democratisch te laten verlopen. Dus als er vacatures zijn, schroom dan niet als ouder om je daarvoor aan te melden? Nee, het is hartstikke interessant. Want je krijgt toch wel een heel ander kijkje op hoe zo'n school functioneert. En ook wel hoe lastig sommige beslissingen kunnen zijn. Hè? Want soms van de buitenkant denk je, nou, waarom heeft die school nou weer dit of dat gedaan? Ja. Totdat je zelf in die positie zit en denk je, wow, er zijn eigenlijk wel echt enorm veel dingen om rekening mee te houden. Had ik me nooit gerealiseerd. En wat knap eigenlijk dat deze beslissing er gekomen is. Dus het geeft een heel ander perspectief natuurlijk op hoe beslissingen worden genomen. Sharon, dankjewel. Tot volgende week.